Dit is het wintersportbericht van Weerplaza. Gisteren hadden we in de Alpen op veel plaatsen wolken. Alleen het oosten van Oostenrijk ontsprong die dans. Er viel ook sneeuw, met name aan de noordflank, maar ook in het zuiden, in Italië, viel sneeuw. Die sneeuw hebben we ook vandaag nog wel een beetje, met name in de Franse Alpen. Maar de hoeveelheden vallen erg mee en de sneeuw verplaatst zich langzaam naar de Appenijnen en de Balkan. Voor het zuiden van Frankrijk hebben we nog wel een paar centimeter in petto 5. Misschien op een enkele plek iets meer. Wolken hebben de overhand. En zon zien we pas in de buurt van Chamonix. In Zwitserland op meer plaatsen wat zon. En de neerslaghoeveelheden vallen hier erg mee. 1-2 centimeter zou kunnen. Maar op de meeste plaatsen komt het eigenlijk nauwelijks meer tot sneeuwval. Ook in de Dolomieten is dat het geval. Met op steeds meer plaatsen de zon erbij als we wat verder naar het oosten gaan. En dan komen we bij Oostenrijk met vandaag flinke zonnige perioden, met name in het oosten. In het westen zou nog een vlokje sneeuw kunnen vallen, maar de hoeveelheden sneeuw vallen enorm mee of tegen, zo u wilt. Voor woensdag hebben we hier en daar nog een vlokje sneeuw, maar op de meeste plaatsen is het droog. En vooral aan de noordflank van de Alpen in Oostenrijk schijnt de zon. De zon komt ook beter uit de verf in het zuiden. Donderdag op meer plaatsen een paar vlokjes sneeuw, maar het blijft bij een paar vlokjes, want grote hoeveelheden zitten er niet in. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl